Wat hebben vissen en slaapplantjes met elkaar te maken? Nou ja, op het eerste gezicht misschien niet zoveel, maar voor AquaGrow in Almere Buiten is het de toekomst. In de studio Job van den Burg van AquaGrow, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kun je misschien uitleggen wat het is? Want we hebben het namelijk over aquafarming, maar misschien heeft niet iedereen daarvan gehoord. Aquafarming is eigenlijk de eerste aanzet geweest van de combinatie visteelt en slaateelt. Wij gaan daar inmiddels een hele stap in verder. We hebben vier verschillende bedrijfstakken eigenlijk onder één dak gebracht. Die allemaal te maken hebben met water. En die elkaar ondersteunen, maar tegelijkertijd elkaar helpen. En de rest van de ene tak wordt door de volgende tak weer opgeruimd. Ja, welke vier takken hebben we het dan over? Dan hebben we het over de algeteelt. Een zoutwateralg die de grote producent is van de omega-3 vetzuren. Wat je in de boter vindt? En ja, maar die komt langs een andere weg in de boter. De visteelt en dan vooral in dit geval de forel. Uiteraard is dat een keuze voor ieder keuze wil. De derde is de slaateelt, drijvend op water. Dus ook hier het water weer. En de vierde is eigenlijk het vangnet onder het bedrijf. Dat is een potteelt die dus gebruikt wordt om water wat uit een van de takken eventjes geloosd tussen aanhalingstekens zou moeten worden. Die wordt gebruikt op de potteelt en daar wordt het in de grond weer terug opgevangen, behandeld en dan kan het weer gewoon door het bedrijf opgenomen worden. Maar je gooit vast niet willekeurig deze vier dingen bij elkaar. Daar zal een verband tussen zitten. Er zit allemaal een verband tussen. Wat is het verband? Het gaat van hoog naar laag. De algen, dat is uiteraard een product om te verkopen. Maar daarnaast gaan we ook een gedeelte plus de reststoffen gaan we gebruiken om het voer voor de vissen te verrijken met de omega-3 vetzuren. Maar wat is goed voor de vissen? Kwalitatief betere vis krijgt. Normaal moet dat uit visolie en vismeel komen. Wij kunnen het direct uit de algen halen. Dat is ook milieutechnisch veel beter. Ja, maar dat afval heb je toch en dan heb je gelijk voer voor de vis. Ja, precies. De vissen die produceren vanuit hun voer uiteraard een hele hoop mest. Die mest scheiden we af en die gebruiken we weer om de sla op te laten groeien. Uiteraard is de samenstelling dan niet de juiste om een goede krop sla te krijgen. Maar dat kan je aanvullen met die elementen die daar weer voor nodig zijn. Maar hoe ziet dat er dan fysiek uit? Ze zwemmen die vissen dan onder die slaplantjes? Nee, nee. Ze zwemmen in ronde silo's van ongeveer 1,5 meter hoog. En daar zitten als. Daar staat dan een groot bassin? Dit zijn de eerste twee, die zijn 3,5 meter diameter. De volgende die zijn 6,5 meter en de laatste die zijn dadelijk 7,5. En hoeveel vissen zwemmen daar dan in rond? In deze twee zwemmen er nu 3000 ongeveer. 3000? 3000. En dat mag oplopen naar de 4000. Ah, het is eigenlijk een soort. Dus nog niet aan de maximale capaciteit. Nee, maar en waar komen die vissen dan vandaan? Want die moeten of kweken jullie dat ook op? Nee. We werken heel nauw samen met een forelkweker uit de omgeving van Elburg. En die heeft een kwekerij in Normandië, in Frankrijk. Daar wordt de visbroed, de viseitjes worden daar opgekweekt tot naarmate die ze nodig heeft. En aan ons levert die dan een vis van ongeveer 150 gram. En die moet doorgroeien afhankelijk van het type vis, want daar zijn ook weer twee soorten in. Die we nu hebben, die moet doorgroeien naar 350 gram. Dat is dus echt een consumentenvis om direct te verorberen. En hij produceert de massa van de vis voor de forellen vijvers. En dan mogen ze doorgroeien naar de 5 kilo. Ja, ja, maar dat doen jullie dus niet. Dat gaan we op termijn. Oh, dat gaan we wel doen. Ja. Oké. Dan dat water waar die vissen in zwemmen, daar komt dus dat mest in terecht. Hoe filter je dat er dan uit? Daar hebben we een apart filtersysteem voor, waarbij de mest de kans krijgt om via een langzame stroom gewoon natuurlijk verval af te stromen naar een toren.
Aan de onderkant van die toren blijft de mist, krijgt de kans om te bezinken. En het water wordt met een luchtstroom naar boven toe weggestuurd. Gaat daar vandaan terug naar de voorraadsilo. Vanuit de voorraadsilo gaat het via een biofilter, wordt het behandeld om de nitriet en de ammoniak daaruit te halen. Want dat is schadelijk voor de slaapplantjes? Die is schadelijk voor de vis. Oké. En dan komt het weer terug in het schoonwater voor de vis. En daar vandaan wordt het vis weer constant op peil gehouden. Ja, maar wanneer gaat het dan richting slaapplantje? Dat bezinksel uit die toren, dat voeren we af naar de sla. Nou, wat is nou eigenlijk het belangrijkste product van de vier? Eigenlijk al drie. Het zijn drie, hè? Algen, de forel en de sla. Het vangnet niet. En ik hoop ook dat we, zoals het nu ontwikkelt, dat we eerder dan 2 jaar verder zijn, het vangnet ook helemaal niet meer nodig hebben. Maar is het begonnen bij een van de drie en dat jullie de andere eraan hebben toegevoegd? Het bedrijf is van oorsprong een jaar rond grisantenbedrijf geweest. Grisanten? Ja. Ja, en dan zit je net met forellen. Ja, en heeft een aantal jaren heeft het een overstap gemaakt naar de lelieteelt. Maar gezien de gezondheid van de ondernemer zocht hij een ander product. Kwam in aanraking met de algen en daar is eigenlijk het hele spel bij begonnen. Maar kan je zo makkelijk overstappen? Nee. Dat is ook de reden dat ik inmiddels bij het bedrijf actief ben. Om daarin te ondersteunen. Want dit ligt zo ver bij de snijbloemen vandaan. Dat lijkt me ook. Ja, wat is dan specifiek jouw expertise? Ik heb zelf mijn eigen potplantenbedrijf gehad. Dat is ook heel wat anders. Ja, ook dat is weer wat anders. Maar vanaf 1998 ben ik al betrokken met algeteelt. Ja, ja. En ik heb in 2011 heb ik mijn eigen bedrijf verkocht. We hebben nog een demo op Sicilië opgezet. Daar hebben we 16 maanden gewoond. Met de bedoeling daar een bedrijf van 1,4 hectare met alle geteeld neer te zetten. Maar dit is dus wel een manier om, want het gaat natuurlijk heel moeilijk in de bloementeelt. Om zeg maar alleen met dat product het hoofd boven water te houden. Dit is de manier om je bedrijf dan in de benen te kunnen houden? Het economisch belang van alle facetten, die zijn dus alle drie eigenlijk goed. Maar je bent ook niet meer afhankelijk van één product dan, hè? Ja, denk precies. Ik. Maar belangrijker is ook dat je een heel stuk kostenverlagend bent. En naar het milieu en naar de toekomst toe natuurlijk drie stappen verder als ieder ander. Als wij daar al klaar zijn, en dat zal nog wel een klein jaar duren, dan zijn we in principe CO2 bindend, energie ongeveer neutraal en water nul lozend. Dat is echt een kringloop, zoals dat zo vaak heet. Dan hebben we de kringloop eigenlijk volledig rond. Het enige wat we dan nog aan afval, om het zo maar te noemen, hebben, is papier en plastic. Is dit nog een beetje de opstartfase waarin jullie zitten in Almere? Ja, we zijn nog volop aan het opbouwen. De potteelt, dat is zeg maar de laagste regio, die draait. De slateelt draait nu volledig. De visteelt, daar hadden we een structureel bouwfout in. Die hebben we helemaal opnieuw opgebouwd. Afgelopen week zijn we begonnen weer met de viskweek. En als die goed loopt, gaan we de laatste en de hoogste fase gaan we aanleggen. En dat zijn de algen. Ja, nou zei je net, de sector vindt het wel een beetje een moeilijk iets wat er nu wordt gedaan. Ik kan me voorstellen dat banken daar ook zo over denken, zo iets innovatiefs. Is het makkelijk om hier geld voor te lenen? Dat is best een probleem. Op dit moment heeft het bedrijf nog volledig alles kunnen bekosten uit eigen portemonnee. Er moet nu wel financiën bijkomen. En op dat punt heb ik al contact met het POC. Wat is het POC? De financieringsregeling die dus door Flevoland in het leven geroepen is. Daar hopen we inderdaad een gedeelte financiering vandaan te halen. En daarmee kunnen we dan het grootste risico afdekken voor de bank weer. En daar zullen we ook nog een stukje bij vandaan moeten halen. Maar staan hier ook mensen van buitenaf naar te kijken met het idee, ja, die zijn helemaal gek, wat gaan ze nou doen? Heel veel mensen kijken er heel vreemd tegenaan. Het zijn eigenlijk een aantal delen die net slaat teelt op water, is al 10 jaar oud.
Wij doen het op een andere manier als alle anderen. En dat hebben we de afgelopen zomer ook weer kunnen ervaren. Alle bedrijven die telen op water hebben volle problemen gehad. En wij hadden nul problemen. Want wat waren er dan voor problemen die jullie, konden voorkomen? Wortelproblemen, rand, al dat soort dingen. Gewoon omdat de temperaturen dus eigenlijk te ver uit de hand liepen. Omdat het zo warm was deze zomer? Omdat het zo warm was. Ja, ja. En dat was bij jullie dus niet? Wij hebben net zo goed natuurlijk het probleem met de temperatuur gehad. Ja. Het grappige is denk ik dat wij een hele nieuwe vinding hebben, waardoor we de biologische evenwicht in het water weten te handhaven. En daarmee een ziekteverwekker eigenlijk geen kans geven om te ontwikkelen. En wisten jullie dat van tevoren of ontdekten jullie dat deze zomer? We wisten dat al redelijk van tevoren. We waren er al vanaf vorig jaar herfst al mee bezig. Maar dat het zo positief uit zou werken deze zomer, dat hadden we dus niet durven verwachten. Maar dus anderen lagen jullie dus niet uit, maar jullie lagen eigenlijk de anderen uit. Ja, in zekere zin wel. Ja. Een ander element wat van zelfvoorziening, want dit is dus een circulair geheel, moet je het noemen, hè? Is dat jullie zelf ook energie gaan opwekken. Ja. Ja, hoe zit dat? De bedoeling is dat er boven de vissen, boven de werkruimte en boven het regenbassin, dat we daar een kleine 3200 meter zonnepaneel neerleggen, zodat we ongeveer energie neutraal worden. Verder zijn het natuurlijk teelten die relatief heel weinig warmte vragen. En daardoor heb je dus heel weinig gas nodig. En is het ook mogelijk om redelijk energie neutraal te worden. Ja, maar zijn jullie daar al mee begonnen of moet dat nog komen? Nee, ook dat moet nog komen. Dat komt de bedoeling van de tweede helft van de winter of heel vroeg in het voorjaar. Ja, is dit nou een spannende fase waarin jullie zitten? Ja, iedere dag is spannend, want iedere dag loop je tegen dingen aan van, oh, zo had ik het niet bedoeld. Of dat heb ik even over het hoofd gezien. En de kunst is om dan inderdaad accuraat te reageren. Want wat was nou het grootste obstakel die jullie tegenaan zijn gelopen in dit proces? Hoe gek het ook klinkt, het grootste obstakel is op dit moment een stuk vergunning. Vergunning? Ja. Want wat is daar het probleem mee dan? Wij hebben een grote CO2-tank nodig om CO2 te kunnen doseren. Daarvoor moet je een milieuvergunning aanvragen. En omdat wij nul lozen, zijn we eigenlijk enkel maar op milieuvergunning.punt meldingsplichtig. En omdat we een stuk visteel doen, die ook nul gaat lozen, moeten we volgens de wet een volledige milieuvergunning aanvragen. Ja, ja. Dus jullie passen eigenlijk niet. Haaks op elkaar. Jullie passen eigenlijk niet in het plaatje, omdat jullie dus ook zo innovatief zijn. Ja, en de visteelt is nog steeds een teelt die dus overal waar het nu op dit moment gebeurt veel uitstoot van mest en zo hebben. Dus ik snap wel dat daar dus nog een milieuvergunning aan hangt. Maar in onze situatie zou daar dus heel soepel door de provincie mee omgegaan moeten worden en zegt, jongens, hup, een ontheffing, want hij is hier niet nodig. Maar hoe lang lopen die gesprekken nu al dan om die vergunning rond? Die lopen al een kleine driekwart jaar. Oh ja, komt er nog niet iedereen. Nee, want je hebt het natuurlijk al ergens anders een keer gedaan. Is dat lastig? Was het daar net zo lastig als hier in Flevoland? Nee, de vis teelt niet. Dat is, in ieder geval voor mij is dat nieuw. Mm-hmm. En de visteelt wordt nu op een totaal andere manier gedaan, waardoor je dus tegen die vergunning aanloopt. Ja. Waar gaan nu uiteindelijk die producten allemaal heen? Want je hebt die vissen, dat sla. Waar gaat het allemaal naartoe? De algeteelt, daar heb ik me uiteraard nog niet druk om gemaakt. Maar daar is een markt voor de consumenten. Als hoogwaardig eiwit. Maar ook vooral voor de omega-3 vetzuren. Dat gebeurt nu nog in het grijze circuit, oftewel in het homeopathische circuit, omdat er nog volgens de warenwet nog geen vrijstelling is voor het gebruiken als voedselveilig product. Nou, er wordt op het ogenblik hard aan gewerkt door een bedrijf om die goedkeuring wel te krijgen. En dan kan het dus gewoon overal voor de consument toegepast worden. De visteelt, voor een groot gedeelte de samenwerking die we met de forelkweker hebben en die deze vis bij ons ook vandaan gaat gebruiken voor de forelvijvers. Mm-hmm. En verder wordt er wat vis gerookt, er wordt wat vis vers verkocht en nou, zo verschillende kanalen.
De slateelt gaat naar een handelaar in het Westland. En dat gaat eigenlijk op dit moment, zeg maar, nagenoeg alles naar de snijderij. Omdat het een product is wat juist voor de snijderij nauwelijks gewassen hoeft te worden. Er zit eigenlijk helemaal niets, geen vuil, niets verontreiniging zit erin. Is voor hun heel goedkoop te verwerken. En daar ligt daarnaast nog een vraag voor een ander soort sla. Voor een heel grote keten, een wereldwijde keten, die dit product graag zou willen hebben. Maar dan moeten we zover zijn dat we ook dat soort in goede kwaliteit kunnen gaan produceren. En dat komt dan straks allemaal uit Almere? Dan komt het uit Almere, want hij zit erop te wachten. Goed, dankjewel voor dit gesprek. Job van den Burg van AquaGrow.